Maar ergens was het ook een reactie van mij. Hij probeert mij te raken. Oké, nou, maar dan geef ik een tik terug. Tikte ik te hard. Oh ja. En toen kon ik... Ja, ik kon niet meer terug, want de zaal moest lachen. Maar ik zie aan de jongen. Ik heb die jongen nu gewoon gebroken. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. En het probleem van deze keer is van mijn goede vriend, Stefan Pop. Nou ja, die vriendschap, ik weet niet hoe lang die duurt. Ga ik nu op het spel zetten? Die ga ik op het spel zetten, ja. Want kijk, waar wij mee te maken hebben als grappenmakers... Heb je niet moeite dat je soms moet zeggen dat je een grappenmaker bent? Dat heb ik nog nooit gezegd. Nee, heb je nog nooit gezegd dat je een grappenmaker bent? Zullen we dat woord erin houden? Ik heb het misschien wel eens tegen iemand van 4 gezegd. Ja, wat doe jij voor werk? Ik maak grappen. Ja, zelfs dan zie je die van 4. Maar hoe noem je jezelf dan? Ja, clowntje. Comedian. Comedian. Als ik in een andere elitairdere kring schrijver. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk niet waar. Maar dat klinkt soms ook lekker. Oh ja. Ja, comedian denk ik. Oh nee, ik doe nog wel eens grappen maken, ja. Gewoon omdat ik vind het wel, het stomme ervan vind ik dan weer het leuke ervan. Ja, precies. Jij draagt die geuzennaam met trots. Die geuzennaam is het zeker. Maar dus, die brengt problemen met zich mee tegenwoordig. Namelijk, soms gaan grappen te ver. En die gaan voor jezelf te ver, maar ook voor andere mensen te ver. En ik zit een beetje met het probleem, hoe bepaal ik of een grap te ver gaat? Oh. Want veel mensen zullen zeggen, dat bepaal je zelf. Maar, ja, waar ga ik op af? Weet je? Ja. Als ik alleen maar op gevoel afga, dan ga kan het dat jij wakker wordt in een cel. Dat klopt. Ja. Ik zat toevallig een filmpje te kijken van jou, waarin je dan een grap maakt. En dan... een van die drie filmpjes. Best wel veel filmpjes van jou. Maar, en dan gaat die grap er helemaal niet over, maar dan maak je een soort zijsprongetje. En dan zeg je daarna, oké, dit gaat opeens te ver. Dat is dan een beetje je reactie. Omdat de zaal reageert zo van, oké, maar dit kan blijkbaar niet. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat dus heel grappig. Want ik denk, comedy gaat toch ook over trial and error? Je probeert een beetje. En als het niet lukt, gaat het volgens mij vooral om hoe reageer je daarop, toch? Nou, ik vind dat je ik kom er meestal wel mee weg. Omdat dat mensen zien dat de intentie goed is. Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Precies. Dus laten we wel wezen, ik ben niet uit op... totale destructie van bepaalde minderheden en gevoelens kwetsen. En dat helemaal niet. Dat is alleen, als ik dan wel eens mis zit, dan moet ik gewoon zo snel mogelijk duidelijk maken, oké, jongens, ik zat een beetje mis. Of een beetje met een kwinkslag van, je moet niet te gevoelig worden nu. Oh, jullie kunnen dit niet hebben. Ja. Ja. Dan daarmee kan je het zeker wel weer rechttrekken. Ja. Maar goed, ik vind het een interessant onderwerp in deze tijd. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Ja, heel interessant onderwerp. Ik moet wel zeggen, altijd als ik iets praat over humor, dan ga ik een beetje op slot. Oh ja? Ik vind het leuker om gewoon dingen te schrijven en te doen. Maar ik word ook wel eens uitgenodigd voor een panel. En dat heet altijd grenzen aan de grap. Hoe ver mag je gaan? Ja. Grenzen aan de grap. Zo heet alles rond humor. Ja. En hoe ver mag je nog gaan? Kun je nog alles? Kun je elke grap maken? Het is altijd... Maar het houdt dus mensen heel erg bezig, blijkbaar. Ja, maar dan wil ik wel oproepen, noem het niet meer grenzen aan de grap. Nee. Ik weet dat het allitereert en zo, maar noem het iets anders. Gewoon. Maar, nee, en heel vaak heb je dus, als je dat zit te kijken, dat het zo serieus overkomt dat het niet meer leuk is. Ja, want praten over humor is ook heel... Dat is verschrikkelijk. Dan gaan ze echt gewoon doen alsof het een exacte wetenschap is. Nou, precies dat. Want dat vind ik eigenlijk precies stom aan. Dat je dus, want zodra je erover gaat praten, ga je dus met elkaar ga je dan definiëren, dit is de grens. En dan vanaf dat moment is iemand die daar overheen gaat dus ook fout of zo. Toch? Ja, maar misschien is bijna altijd de conclusie daarvan is van, het is ook moeilijk om het precies te zeggen waar die grens is. Ja. We moeten ook bij jouw probleem,
hoop ik wel dat we iets concreter gaan uitkomen. Zo. Ja. Ik ben een beetje ook gaan kijken wat ik zelf dacht. Ik ben ook gaan googlen. Ja. En wat mensen ervan zeggen. Ja. En jouw collega Peter Pannenkoek, onze collega, die zegt bijvoorbeeld... Die zegt volgens in de Linda stond dit. Dus ik heb het niet van Peter, maar ik heb het van de Linda waar tegen hij dit zei. Dat er twee regels zijn. Waar die over grappen maakt, moet openbare informatie zijn. Dus niet over roddels. En zou die een grap ook durven maken als de persoon waarover het gaat in de kamer is? Ah. Oh, vind je dat belangrijk? Nou, ik vond het wel. Dus dan vind ik wel goede regels. Zegt hij van, zou je dit durven zeggen? Dus staat hij er zo erg achter dat hij dat wil doen. Oké. Okay. Maar dat gaat dus ook weer over eigen gevoel. Want als jij dus... Ik vind namelijk, als iemand in de zaal zit en dan doe je hem toch... Dan zit er een andere lading onder, snap je? Ja. Dan dat diegene dan zit je publiek te kakken, bedoel je? Ja, want dan voelt iedereen in die zaal, hij zit daar... Ja. Dus dan komt er een extra laag onder wat je net zei. Ja, en Peter is natuurlijk, die doet allemaal roast. Dus dat is zijn tak van sport, is dat iemand in de zaal zit. Nee, ik zat even, gaat een grap te ver of niet? Er zijn volgens mij twee componenten. Want je hebt gewoon de wet. Ja. Ja. Oké. Okay. Je mag niet, vergeten. Je mag niet oproepen tot geweld met mensen vrijheid van meningsuiting. Weet je, dan moet ik dit allemaal niet precies, doen. Dat allemaal niet. Discrimineren, dat is ook natuurlijk, dat is ook de vrijheid van meningsuiting. Discriminatie, dat botst soms. Hè. En je hebt natuurlijk gewoon de grap van, wat vind jij zelf, welke grap vind jij zelf dat je kan maken? Ja. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt gewoon de wet die al bepaalde dingen verbiedt. Ja, die eerste en die laatste. Discriminatie vind ik wel altijd echt moeilijk, hoor. Moet ik heel erg zeggen. Ja, dat is ook moeilijk. Want als je zeg maar humor over elkaar, over verschillen, dat zit toch gewoon. Dat is niet per se als je grappen maakt over elkaar. Ik ga even naar de boksschool van mijn zusje. Daar lopen alle minderheden lopen daar door elkaar. Iedereen maakt elkaar belachelijk. Iedereen heeft een bijnaam voor elkaar. Weet je wel, alle witte mensen zijn tata's. En die hebben allemaal, weet je wel, die begrijpen er allemaal gereed van. Die zijn niet straat. En onderling hebben ze ook allemaal bijnamen voor elkaar. En dan denk ik, ja, dat is toch ook. Ik bedoel, dat is toch hetzelfde soort humor als dat je op het podium staat en dat je dat soort verschillen benoemt. Ja. Dan is het toch niet meteen discriminatie? Of hoe? Nee, dus dat is ook een moeilijk gebied. Het is zo grijs. Ik accepteer die gewoon. Ergens. Dus ik doe wel, zeg maar, discriminerende grappen. Of die kunnen worden gezien als discriminerend door een bepaalde groep die daar op zoek is. Ja. Gewoon omdat ik denk, ik geloof heus wel dat als ik dit gewoon blijf maken over alle groepen, dat duidelijk maakt dat ik met iedereen lol heb. Precies, zo zie ik het dus heel erg. Maar ik dan moet dus je wel overheen stappen. Want dan krijg je krijgt wel over je heen, hoor. Ja? Je krijgt dus wel te horen van, hey, dit kan niet. Turken of Marokkanen. Dus het is altijd wel iemand die dat op gaat gooien. Alleen je hoopt gewoon in het geheel dat mensen denken, oh ja, maar een paar weken geleden had hij het over Surinamers, of had hij het over Nederlanders, of had hij het over Roemenen. Hij maakt zichzelf ook belachelijk, ja. Ja, en dan komen we bij context. Ja. Toch? Ja. Dat is ook, als je het hebt over grappen, dan is het ontzettend belangrijk. Want je hebt natuurlijk, als jij een theatershow van 1,5 uur Stefan Pop bezoekt, dan heb je alle context eromheen en dan zie jij hoe je dingen opbouwt en waar je het allemaal over hebt. Maar soms als je een losse grap vertelt van, dit zei Stefan Pop, en alleen die one-liner zegt, dan kan het alweer heel anders overkomen, natuurlijk. Maar mag ik even iets zeggen wat ik ging opzoeken over de geschiedenis en de evolutie van comedy? Want ik ben sowieso echt eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd door humor en door comedy. En waar het eigenlijk vaak op terugvalt, is dat er over mensen heel lang gesproken is van de evolutie wordt gedreven door de survival of the fittest. Maar er zijn nu steeds meer theorieën die zeggen eigenlijk survival of the nicest is misschien wel veel belangrijker. Oftewel, iemand die goed samen kan werken, iemand die goed in de groep valt, die heeft een veel grotere kans van overleven en van slagen. En een veel grotere kans om zich voor te planten. Dus dat gaat eigenlijk, druist een beetje in tegen survival of the fittest, of in ieder geval survival of the strongest. Maar heel erg gaat over dus samenwerken en sociaal zijn. En humor is daar dus een hele belangrijke component in. En mensen die zijn gaan teruggraven van wanneer is humor nou begonnen, die kwamen in eerste instantie erachter dat bijvoorbeeld de aboriginals die 35.000 jaar geleden, wij spreken, af zijn gescheiden van de meeste andere beschavingen, die toen ze die weer tegenkwamen, kwamen ze erachter, die hebben intern een vorm van humor. Oh ja? Dus humor, en wij ervaren, zeg maar, de beschavingen die toen hun weer tegenkwamen, zeiden, ja, wij ervaren ook humor. Zij hebben dat ook. Dus humor is al daarvoor ontstaan. Oh ja. Maar zelfs apen hebben een vorm van humor. Dus er zijn filmpjes van apen die bijvoorbeeld
die zo'n goocheltruc laten zien. En die dan helemaal gevouwen liggen. En die ook andere apen erbij halen van... kijk, dit moet je zien, dit is zo grappig. Maar echt een soort van kinderhumor. Kom, maar wel zo. Ja, precies. Hans Kazan staat aan de andere kant van het glas. Hans Kazan, de mandril. Ja, precies. Ja. Dat is echt super grappig. Ik zal het filmpje even een keertje delen. Maar dus humor zit echt super diep in ons. En de functie, althans, dat, er zijn natuurlijk een heleboel theorieën... maar de belangrijkste functie is sociale lijmen. Het draaglijk maken van moeilijke situatie en ongemakkelijkheid. Dus mensen die over ongemakkelijke situaties heen kunnen stappen met humor, met zelfspot, maar ook door het benoemen van wat die ander fout doet, dat creëert een soort samenhang. Dus eigenlijk is het een manier om te verbinden met iemand. Ja, en als je dus grove grappen durft te maken, dan aan de ene kant verbind je met de mensen die eigenlijk ook wel behoefte hebben aan die grap, maar aan de andere kant kan je ze soms ook verbinden juist met de groep waar je een grap over maakt. Ja. Omdat je daarmee eigenlijk zegt, we zijn gelijk, in plaats van bijvoorbeeld, je bent te min voor ons om een grap over te maken. Snap je dat? Een beetje abstract verhaal. Nee, ik snap het. Ja, dus eigenlijk vind ik het dus wel zonde als we stoppen met grappen over elkaar maken. Zeg maar, ik vind het altijd prettig als iemand mij een beetje belachelijk maakt. Omdat dat voor mij... Nou, dan pak ik de andere bij. Ja, maar serieus. Nee, want dan heb ik het gevoel... Heb ik meer het gevoel dat we gelijk zijn of zo, snap je? Dan heb ik niet het gevoel van... Oh, iemand is bang dat ik het niet aan kan. Nee, maar dan kom je ook weer met die intentie van Stefan. Ja. Want als Stefan een keer een grap maakte over Turkse Nederlanders... Ja. Dan is dat wat anders dan als hij elke keer anderhalf uur lang... Ja, precies. Maar weet je waar ik vaak mee in de fout ga? Dus dan, dit was laatst gebeurd op het podium. Ik sta op het podium en er was een jongen... en ik had al een beetje gezien dat hij niet helemaal 100 was. En ik bedoel, hij had geen verstandelijke beperking of uitdaging... of hoe je dat zegt. Maar het gaat wel lekker. Ja, nee, maar je zag gewoon een beetje... Maar hij begint een beetje door mijn show heen te praten. Dus ik ga er gewoon prima om. Een beetje... Het kan ook zijn dat het gewoon geen fan was, hè, Stefan? Oprecht. Oh, okay, dus de show gaat lekker. Ja. En toen had ik het over koud douchen. En hij zei dat hij koud douchte... Door de zaal heen. Dus ik spreek hem verder aan. We hebben een gesprekje, maar hij blijft me doorpraten. En op een bepaald moment zei ik iets van... Hij maakte mij een soort van belachelijk met iets. Maar ik ben iets meer professional. Dus ik zag een beetje wat aan de hand was. Dus ik dacht, oké, jij geeft me een tik. Dan geef ik je een tik terug. Dus hij zit met zijn ouders en zijn zusje. En hij is denk ik 23 of zo. En ik zeg, ik woon niet meer bij mijn ouders. Maar ik voelde dat gewoon, dat hij nog bij zijn ouders zou wonen, weet je. En wat er toen gebeurde bij die jongen... Hij vond het zo vervelend dat was gezegd. En iedereen moest lachen, maar ik had hem precies op het pijnpunt, weet je. Ik had hem precies op het punt, maar ergens was het ook een reactie van mij. Hij probeert mij te raken, oké, maar dan geef ik een tik terug. En toen tikte ik te hard. Oh ja. En toen kon ik niet meer terug, want de zaal moest lachen. Maar ik zie aan de jongen, ik heb die jongen nu gewoon gebroken. Ja. Oh, ja. Dus dan zit je, en dan kan je er echt, toen had ik er echt last van, naast het podium. Dus ik dacht, ik ga met hem praten. Komt barpersoneel naar me toe en toen... Dit heeft dus mijn probleem opgelost. Was blijkbaar die familie weggegaan zonder te betalen. Oh, echt? Dus toch, nou ja, oké. Okay, nou, dus dat heeft het voor mij een beetje opgelost. Ik dacht, nou, dat was ook een beetje aso van hun. Oh, ja, dat is aso van hun. Nee. Maar je zat er dus wel mee. Want je dacht niet in het moment, ik moet nog even iets zeggen tegen hem. Je dacht van... Nee, niet nee. Dat je zei, nee hoor, ik woon ook nog bij mijn ouders en mijn opa en oma. Nee, ik heb dat niet... Hij was wel stil daarna. Oh ja. Nee, maar ja, hij verneukte de show een tijdje. En toen En dat wil niet zeggen dat ik geen spijt van heb. Nee, er zijn echt nog wel eens momenten dat ik echt wel spijt heb. Maar dat is ook omdat je als comedy is natuurlijk veel voorbereid. Maar het is ook improviseren op momenten. En dan soms ga je net over die grens. Ja, dat lijkt me ook wel lastig hoor. Ja. Dat je dan zo echt zo veel persoonlijke pijn voelt. Het klinkt ook alsof die jongen misschien juist stoer deed. Omdat hij ook wel voelde, ik ben misschien niet helemaal geslaagd. Ja. Nee, dat komt er nu op mij over, ja. Nou, ga nog eens even in deze podcast nog even lekker door. Nee, we pakken straks luistert hij ook zonder te betalen. Maar als we kijken naar Lubach, hè, wat jullie moeten schrijven. Dan, want dat hadden we bij... Ik heb 10 jaar lang eindredactie gedaan bij Dit Was Nieuws. En dan hadden we dus altijd de regel... als het op het journaal is en het is het grootste item... dan gaat het ook in ons programma komen. Dus je gaat alles bespreken. Ook al is het een aardbeving... waarbij 40.000 mensen... Super tragisch, Super tragisch. Als dat die week was en je hebt het over die week... dan moet dat erin. Mm. Dus dan moest je ineens
over onderwerpen gaan schrijven waarvan je wist, hier zit geen comedy in, maar nee. Het is wel gebeurd. Ja. Dus je moest altijd dan zoeken naar een soort van bocht. Ah. Die dan dus niet over het slachtofferschap ging. Heel vaak gaat het dan over de media of een randgebeuren. Ja. Want wat ik heb gedaan in voorbereiding op dit item, ik weet dat het mijn eigen probleem is. Ik heb grappen van dit was Niels Scripps van 10 jaar geleden meegenomen. Oh, dat vind ik heel leuk. Om te kijken of dat de tand destijds... Hoe zeg je dat? Tand destijds? Doorstaat. Doorstaat. Ja. Oh, vind ik ook heel leuk. Of jij dit wel zou uitzenden bij Lubach. Of... Ja. Dus dit ging over online orgaanhandel in Azië. Oh, zeker online orgaanhandel in Azië. Verschrikkelijks. Laatst was ik op zo'n obscure Aziatische site waar ze organen verkochten. Stond er onderaan de pagina immorele mensen die een nier uit China kochten. Neukt ook deze Filipijnse kinderen. Oh nee, dat kan ik niet aan. Kijk, wat ik ook leuk vind is hoe hij had al zoveel pret toen hij wist, ik ga dit doen. Dat is gewoon... Maar dit zou echt niet meer kunnen, toch? Weet ik niet. Weet ik niet of niet kan. Weet je wat ik wil voor je nog één doet? Ah, je hebt bijvoorbeeld een joke swap bij Saturday Night Live. Ja. Oh, dat is een heel grappig. Dan gaan twee mensen hebben grappen voor elkaar geschreven. Ja. En die moeten ze dan voorlezen. En die zijn heel ongepast, heel ongemakkelijk. Dat zijn grappen die eigenlijk nog harder zijn dan wat je eigenlijk bijvoorbeeld voorleest. Ja, dat is waar. Moet je maar eens op YouTube opzoeken. Joke swap heet het. En dat is gewoon keihard. Maar daar is dus de context is... wij gaan nu grappen maken die te ver gaan. En je moet dat ondergaan. En dat doen we al elke 2 keer per jaar doen we dat. Ja. Dus het is ook echt de context waarin dat gezegd wordt. En Harm Edens, bij Dit Was Het Nieuws... heeft ook echt een blik van ik maak deze gewoon. Ja, maar deze hebben ze niet uitgekozen, hoor. Die hebben ze niet uitgekozen. Oh, nee, maar wel dit soort grappen worden wel... harde grappen worden daar gemaakt. Ja, heel en dat is altijd een gevoel. Nou, kan en het lekkere daarvan is dat je dus aan degene die de grap maakt ziet, oh, ik krijg het mijn bek bijna niet uit. Ja. Maar ik doe het omdat we het hebben afgesproken. Maar ik vind het heel kut. Nou, we hadden dus bij we hadden foute Marokkanen grappen bij... was gewoon een blokje. Dat was een blokje. Hadden we een muziekje ondergezet om duidelijk te maken, we weten nu ook wel wat we doen. Oh ja. En toen kwam deze langs over steeds meer Marokkaanse acteurs in Nederlandse films. Had ik geschreven, het vervelende is dat als ik naar Marokkanen op het witte doek aan het kijken ben, ik de Marokkanen achter mij zo moeilijk in de gaten kan houden. Jezus Christus. Maar daar hadden we wel een muziekje voor gezet van dit kan echt niet, zeg maar. Ik had ook deze. Deze hebben we er niet uitgezonden. Ik ben voor een boerkaverbod, want dat maakt de kans een stuk kleiner dat ik mij in de bioscoop weer vergis in een lege stoel. Ik snap het niet. Nee, daar moet ik ook over nadenken. Dat hij helemaal zwart is. Oh ja, jee. Nou ja, en er is nog eentje, maar ik heb nu dit vind ik eigenlijk wel grappig. Die kan wel. Ja, ik kan er wel. Ja. Ja, maar goed, ik weet niet hoe het is om in die om die boerka te hebben. Dus Dave, jij begon met je gevoel op je gevoel afgaan is moeilijk. Maar ik ga toch, mijn oplossing is toch dat je dat moet doen. Je eigen inschatting maken. Want wat kan en wat niet kan. Hè, dat verschuift ook gedurende tijd. In de jaren 90 maakte je echt grappen. Dat je denkt, wat? Jij misschien niet, maar de mensen voor ons. Dat je, als je dat nu terugziet. Of zelfs comedy shows van niet lang geleden. Dat je denkt, dat zou je nu anders doen. Dat kan gewoon. Hè? Dat kan gewoon verschuiven. En ik zou gewoon je eigen inschatting maken van welke grap je maakt. Dat is je beroep. Ja. Dus dat is gewoon wat jij doet. Dat is deel van je beroep. Het is grappen verzinnen. En denken van, zijn die grappen genoeg? Ja. En vind ik dat ik dit kan maken? En daarbij neem je alle context mee. Voor Dit Was Het Nieuws schrijven is weer iets heel anders dan een eigen show maken. Of iets. Dus het is een beetje een suf antwoord. Maar de grenzen van de grap, dat is jouw eigen inschatting. En gewoon uitkijken dat je niet wordt gearresteerd. Want dan zit je goed. Je loopt nog vrij rond. Dus dat is een goed teken. Ik denk dat je inderdaad vooral ook over na moet denken van wie wil ik bereiken. Want je kan natuurlijk er je ding van maken door juist ver te gaan. Zoals Ricky Gervais of zo. Weet je wel? Dat opeens anti-wokeness je ding is. Maar dan ga je gewoon dat publiek aanspreken. Maar volgens mij... Ja, maar dat vind ik altijd heel... Dat vind ik zo'n bullshit. Dat ze zeggen, je kan niks meer zeggen. En dan denk ik zo, maar je zegt nu alles. Ja, precies. Toch? Ja. Je kan nog alles zeggen. Echt een hele industrie. Alleen je verliest een deel van je publiek. Hele industrie omheen gebouwd, omdat je niks mag zeggen. Ja. Ik wil ook niet de comedian zijn die eerst zegt... je mag geen harde grappen meer maken en dan ga ik harde grappen maken. Ik wil gewoon bleu gewoon maken zonder dat ik het eerst inmasseer of whatever. Nee, dus eigenlijk, ik denk dus dat jij dat supergoed kan. Aan mij ga je sowieso niks hebben, want ik heb er helemaal geen ervaring mee. Maar ik denk als je bereid bent om af en toe een deel van je publiek misschien te verliezen... omdat ze je veroordelen, dan zou ik zou sowieso zeggen van blijf het lekker doen... Volgens mij ken jij de grens, maar... Nou, ik zou eerlijk verklappen. Ik denk dat dit probleem niet opgelost is. Maar het feit dat het niet opgelost is...
brengt ook spanning met zich mee. En ik denk dat ik daar ook wel van geniet. Die spanning heb je. Het feit dat ik moest lachen onder zin immorele mensen die een nier kochten in China neukt ook Filipijnse kinderen. Ja. Daar ga ik toch gewoon goed op. Ja, ja, lekker oude dit grappen, kan echt niet. Oude grappen van jezelf teruglezen. Verder joke swap op YouTube. En kom vooral naar ons seminar wat wij gaan organiseren met 19 professoren. Over de grens van de grap. Jammer. Dit is niet opgelost. Heb je nou ook een probleem dat opgelost moet worden? Stuur ons even een bericht naar podcast@kro-ncrv.nl of slide in onze DM's op een of ander social media kanaal. En dan lossen we je probleem misschien wel op. Tot de volgende Zo Opgelost.